bij het Hemeljournaal dag 3. En we beginnen natuurlijk met de ambachtelijke markt in de binnenstad. Ik ben pottenbakker. En wat maakt u zoal? Potten. Alleen potten of nee, ook... Vazen. Kijk, dit is mijn stand. Dus ik maak gebruiksgoed, zeg maar. Dus wat je kunt gebruiken in de keuken, maar ook decoratie voor in de huis. Bollen voor in de tuin. En heksenhoedjes, dus eigenlijk alles wat je van klei kan maken, dat probeer ik te maken. En dan zo mooi mogelijk. Ook beelden, torso's en zo. Dat, ja. Ja. En waarom staat u op deze markt? Op deze rij zitten geloof ik 7 of 8 mensen van ambachtelijk Friesland. Dus wij laten onze ambachten zien. Dit is een oude ambacht natuurlijk. Hè. Pottenbakken is van voor Christus waren we bezig. Dus dat is een ambacht. En hoe lang duurt de vlucht? Een vlucht duurt 6 minuten en dat is in dit geval voldoende om Bolsward echt goed te bekijken van boven. En vliegt u zelf ook? Ik vlieg zelf ook, ja. Ik heb vanochtend de eerste 1,5 uur gevlogen en nu heeft mijn collega het overgenomen. Maar morgen ben ik ook weer in de helikopter. En wat vindt u het allerleukste eraan? De bird's eye view, zeg maar, die je hebt van boven, het overzicht, toch een gevoel van vrijheid. En gewoon ook al die mensen die gewoon enthousiast uit de helikopter komen, dat maakt het gewoon enorm leuk. Yeah.
Wij deden mee aan het rubberbootrace Festijn in Bosuit. En gewonnen. En wij hebben inderdaad gewonnen, ja. Wat was de tactiek? De tactiek was naar je neus tegen de wind inhouden en roeien. Want anders dan gingen we helemaal schuin en dat kost een heleboel kracht om dat weer te compenseren. En hoe ging het met de brandslang? Nou, dat was waterig. Onze hele boot liep vol, dus dat was niet zo'n pretje. Maar voor de rest, het was wel een geslaagde race. Ondanks we moesten wat later beginnen. Ja. En daardoor waren we eigenlijk al achter, zeg maar. We lagen nog niet in het water of er was al een start geroepen, zeg maar. Dus dat was een beetje, misschien wat te snel. Maar we hebben het kunnen compenseren met een goede boot en een leuke techniek. Dus het was weer een heel verstaan. Wat voor boot was voor jullie? We hadden een bananenskippenboot. Ja, weet ik, ja. Ah ja, snel was je in ieder geval, dus dat bleek maar. Ja. Dus, ja. En volgend jaar weer? Ja, misschien wel, ja. Ja, wie weet, nog een paar jaar. Ik weet het niet. Nou, gefeliciteerd! Dankjewel. De hemel. Nu al even wat beelden, maar volgende week natuurlijk een complete reportage over de Night of the Hemel.